Welkom bij de podcast van Baasbegrip. In deze podcast krijg je handige, praktische en vooral logische tips op het gebied van mindset, persoonlijke effectiviteit, zelfvertrouwen en communicatie. Om jezelf te versterken en je persoonlijke en werkgerelateerde uitdagingen succesvol aan te pakken. Ik ben Sandra en ik wens je heel veel plezier met het luisteren naar de Baasbegrip podcast. Ik wil het vandaag een keertje hebben over stress. Velen van ons hebben natuurlijk last van stress als je iets moet doen of als je iets moet aanpakken. En dan kun je daar angstig voor zijn of daar zorgen over maken of over piekeren. En stress op zich is natuurlijk al heel vervelend, maar sommigen die maken het zichzelf nog veel moeilijker. En daar kan ik zelf ook last van hebben, door het ook heel stom te vinden van jezelf. Dat je denkt van waarom raak ik daar nou gestrest van of waarom zit ik nou zo in elkaar? En dat is eigenlijk best wel jammer dat er gewoon nog extra energie daar naartoe gaat, omdat je je daar druk om maakt. Terwijl je stress ook zou kunnen zien als een signaal van iets. Dus niet alleen maar dat jij iets verkeerd doet of verkeerd voelt of zo, maar als een signaal van iets. Kijk, het kan namelijk een signaal zijn dat je echt een soort mismatch hebt tussen je energiebalans eigenlijk. Dus waar krijg je energie van en wat kost je gewoon heel veel energie? En als je bijvoorbeeld in je dagelijks leven en je doet dingen, heel veel dingen, bijvoorbeeld je werk of iets dergelijks, die je gewoon met name heel veel energie kost, omdat het gewoon totaal niet bij je past, dan zal zich dat vaak uiten in stress. Een ander iets is dat je iets aan het doen bent, het kan ook zijn op je werk, en dat je bijvoorbeeld bepaalde taken moet aanpakken of gewoon je manier van werken. En dat je het werk op zich wel leuk vindt, maar de manier van werken en de manier waarop jij dingen moet aanpakken of organiseren, dat gewoon helemaal niet past bij jouw sterke eigenschappen en dat je het eigenlijk het liefst op een andere manier zou willen doen. Ook dat kost heel veel energie. En dan levert het je gewoon niet zo heel veel energie op in het geheel. En dan is er dus eigenlijk sprake van een hele verkeerde balans. En dat kan uiteindelijk ook voelen als stress of gepieker of zenuwachtig zijn of angstig zijn. Dus mocht je dat vaker voelen, stress of angstig of gepieker, ja, focus je dan niet te veel op, hè, wat vervelend dat ik dat nou heb en waarom ben ik zo'n stresskip en ik wil niet zo'n piekermiep zijn. Maar kijk eens naar of er misschien een reden achter zit of een oorzaak achter zit. En dat het je al zal helpen, niet zozeer heel streng toe te spreken dat je stress af moet leren of dat je dat niet meer mag voelen. Maar daar kan het bijvoorbeeld al helpen door andere dingen te vinden om te doen in het leven. Of dat je kijkt naar hoe jij bepaalde dingen of bepaalde taken of bepaalde werkjes eigenlijk aanpakt. En dat je dat op een andere manier beter vindt of fijner vindt om te doen. Dus zie het ook eens als een signaal. Een signaal waar je misschien iets mee kan, wat je probeert te analyseren. En waar vervolgens je manier van aanpak op kan reorganiseren. En dan voelt het direct al een stuk rustiger. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het leuk en nuttig vond en dat je de tips kan toepassen op jouw manier. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@baasbegrip.nl of neem een kijkje op de site www.baasbegrip.nl. Tot de volgende podcast!